Heb jij, en dan spring ik heel ver, heb jij een idee hoe Albert Einstein zijn relativiteitstheorie rond licht, ruimte en tijd heeft ontwikkeld? Ik zou het begot niet weten, maar leg het me maar even uit. Wel, kijk, we hebben hier kleine Albert Einstein, kleine blokkendoos staan. Die zoals hij ze van zijn moeder gekregen had. Neem ze maar eens even, die blokkendoos. Hij kreeg regelmatig van zijn moeder op zijn broek, omdat hij die blokken nooit opruimde als hij ermee speelde. Mm-hmm. Nu, je begrijpt zijn probleem. De doos, neem ze eens even vast, de doos is eigenlijk te klein om alle blokken te bevatten. Vooral deze rode. Die kan er niet in. Probeer maar eens even, je vindt er gewoon geen plaats voor. De doos is nu eenmaal te klein daarvoor. Nee, dat is duidelijk. Nu, iedere keer als hij zijn blokken niet mooi opruimde, dan kreeg je pak op zijn broek. Mm-hmm. Moest dus veranderen. En dan heeft Albert, kleine Albert, zich aan het piekeren gezet. En is hij op de proppen gekomen met zijn... Hij heeft dit stukje gewoon weggegooid. Nee. Hij wou het er absoluut in krijgen. Dat zou de eenvoudige weg zijn. Maar hij wou moeilijk doen. Hij vond de relativiteitstheorie uit. Ja. En die staat hier binnen in die doos. Heeft hij zijn eerste tekening van zijn theorie gemaakt. Laten we eens even kijken hoe die eruit ziet, die relativiteitstheorie. Aha. Aha. Schik de blokken eens volgens dit patroon in de doos. Ja, Jezus. Gaat het wel. Ja, precies. Deze is juist. Dat lukt aardig, hè? Mm-hmm. Gelukt? Ja. Kijk eens aan. En nog een gaatje. Daar is dus ineens ruimte voor blok 5. Zo relatief is ruimte dus. Of met andere woorden, relativiteitstheorie is kinderspel. Ons tweede panellid voor vanavond is solist, pianist, componist, docent en dirigent. Robert Grollo. Robert, dat is een hele brok. Dirigeren, is dat zo eenvoudig als het lijkt? Soms wel en soms niet. Hè. Het is, Zijn het de muzikanten die jou volgen, of volg jij hen, of werken jullie elkaar tegen? Ik denk dat het een combinatie is van al die elementen samen, een beetje. kan je ook dirigeren zonder muziek te horen? Zonder muziek te horen? Ja. Ik denk dat de dirigent zowel als de pianist in feite zowel de partituur innerlijk hoort, als wat er werkelijk klinkt buiten hem. En daar is een voortdurende confrontatie tussen zijn eigen innerlijk beeld en het reëel beeld dat er buiten is. En een wisselwerking, uiteraard. Zou je kunnen dirigeren alleen maar vanuit je binnenste horen? Ja. Ja? We gaan eens proberen. Je gaat in stilte naar Gertie jouw favoriet stukje muziek dirigeren. Eens kijken of dat kan raden. Doe maar. Ja. Zou je het beter dan andersom doen? Probeer het eens, Robert. Moet ik naar haar dirigeren? Ja, en jij probeert te raden. En nu moet ik dat weten? Ja. Ja, Jezus. Niks? Klassiek of... De Lente van Vivaldi, ik zeg maar iets. En? Nee, dat was het niet. Het was er dicht op. Was het iets van Vivaldi? Nee. Ah, kijk. Gertie, ik weet niet of jij echt in een orkest zou werken. Nee. Zeg, Robert, geloof jij die wilde verhalen dat hedendaagse componisten in contact zouden zijn met geesten van overleden componisten, die via hun geest of zo de werken van de hedendaagse componisten? Nou, ik heb wel zo een paar opnames gehoord, die onder meer van Rosemary Brown. Zo. Maar of dat nu contact is met geesten uit het verleden, dat lijkt me eigenlijk een beetje vergezocht. Ja, is de muziek authentiek? Authentiek. Ik denk wel dat in veel van die gevallen er niet geknoeid wordt, als u dat bedoelt. En veel van die muziek draagt inderdaad ook de stijlkenmerken van componisten uit het verleden. Ja. Maar over het algemeen, of zelfs in alle gevallen die ik gehoord heb, niet het genie van die mensen uit het verleden. Ja. Nu, ik dacht dat bijvoorbeeld Rosemary Brown eigenlijk zelf helemaal niet muzikaal aangelegd was. Ja, dat is wel vreemd natuurlijk. Dus gebeurt daar toch iets merkwaardigs? Ik denk het wel. Ik denk dat daar eens te meer de kracht van ons onbewuste aan het werk is. Ja, maar jij zou het eruit pikken dat het niet authentiek, ik zeg maar, Beethoven is. Ja, ik denk van wel. Ja. Kijk, natuurlijk, Beethoven heeft ook in zijn tijd mindere
grote composities gemaakt, laten we zeggen. Maar de compositie die ik gehoord heb, dat was toch duidelijk niet van de grote meesters. Robert Grolot. Voor één keer hebben wij ook een rubriek Ongelooflijk maar NMBS. In het kader van de start van de actie Kom op tegen kanker staat momenteel in Gent de langste trein ter wereld, vertrekkingsklaar. En om te weten of die inderdaad uit de startblokken komt, schakelen wij nu rechtstreeks over naar het Gentse Sint-Pieterstation.